deze nieuwe video. Ik ben dus nu onderweg naar het hoofdkantoor van Funcino. En daar krijg je een soort van rondleiding door het hoofdkantoor. En dan worden ook gewoon allemaal dingen verteld over de styling en hoe ze het product maken. Dus ik ga het allemaal voor jullie filmen. Zie je het al? Dit is het hoofdkantoor. En daar gaan we straks heen. En dan laat ik jullie gewoon alles zien. Oké, ik sta dus nu in de wc. Want ik heb dus Funcino kleding gekregen die ik aankwam met deze vlog. Dus die ga ik nu even aandoen. Ik sta dus nu met Hubert Jan van de inkoop. En ik ga gewoon een paar vraagjes stellen. Ja, zou ik doen. Hoe het gaat. En dan ga ik kijken of ik antwoord kan geven. Ja, is ja? Goed. Nou, mijn eerste vraag is, welk materiaal gebruiken jullie het meest? Wij werken, Funcino is... beroemd geworden door zijn spijkerbroeken. Dus dat gebruiken we eigenlijk het meest van oudsher. Mm-hmm. Maar we zijn nou sinds een paar jaar zijn we ook groot geworden in tops. Dus dat zijn in t-shirts en in sweatshirts en in jassen. En dat gebruiken we eigenlijk het meest. En waar wordt het eigenlijk vooral gemaakt? Je hebt eigenlijk voor elk product heb je een aparte locatie. Mm-hmm. Waar wij het in ieder geval vandaan krijgen. En dat wil zeggen dat wij een groot gedeelte uit Verre Oosten halen. Dat zijn landen als China, India. En we halen ook nog een stuk uit van dichterbij. Uit Turkije. Omdat we dan dat kunnen we sneller laten maken. En dan kunnen we ook wat kleinere aantallen laten produceren. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd hoe zeg maar, het product een beetje in stand komt. Dus zou je daar wat meer over kunnen vertellen? Ja hoor. Dat is een... lang proces, want ze beginnen bij onze stylingafdeling te tekenen. Dan gaan we een collectie maken voor onze klanten en die verkopen we. En die gaan we dan op de inkoopafdeling zorgen dat die geproduceerd wordt, uitgeleverd aan de klant. Dat start bij styling. De styling die maakt een shoppingtrip en die komen terug met stofjes die ze mooi vinden, kleurtjes die ze mooi vinden. En die beginnen schetsen te maken. En die plakken daar stofjes bij. En dan komen ze bij de inkoopafdeling en dan zeggen ze van nou, we hebben dit pakketje. Mm-hmm. Zo willen we dat de collectie eruit komt te zien. Dan zorgen we dat er een monstercollectie komt. Zodat onze verkoop kan gaan verkopen. Na enkele weken weten we al van nou, dan wordt dat modelletje wordt heel goed verkocht. En dat modelletje mm-hmm. wordt wat minder verkocht. En dan gaan wij eerst de aantallen ingeven bij de fabrikanten. Waar wij op dat moment ook prijzen afgesproken hebben voor die artikelen. Dan gaat een fabrikant maakt van dat, die heeft dan een, zoals wij het noemen, salesman sample gemaakt, waarmee we hem verkocht hebben. En die maakt dan een prototype. En met dat prototype, dat maken ze vaak in verschillende maten, gaan wij kijken van nou, past het niet alleen voor een kind voor 8, maar past het ook voor een kindje voor 2 of past het ook voor iemand van 16 jaar. Dan beginnen ze met produceren. Nou, daar hebben ze dan een week of 8 voor nodig. En... Na die 8 weken worden de goederen of door ons gecontroleerd of door een agent gecontroleerd. En dan krijgen wij 1 stuk hier op de zaak om te zien van nou, dit is wat we uiteindelijk aan de klant uit willen leveren. Ik zit hier dus nu met Esther van de styling en ik heb gewoon een paar vraagjes. En ja. Yes. Mijn eerste vraag is, hoe komen jullie op je ideeën? Wij gaan natuurlijk veel shoppen, dus dan gaan we bijvoorbeeld mm-hmm. naar Italië, naar Napels en daar halen we veel inspiratie vandaan. Maar we zoeken ook wel veel plaatjes online en schieten veel foto's terwijl we gaan winkelen. Nou, dat verzamelen we allemaal. Iedereen verzamelt dan plaatjes en dat mm-hmm. gaan we met elkaar, gaan we daar een overview van maken. En dan gaan we kijken wat bruikbaar is en wat niet. En zo komen we eigenlijk tot de ideeën met elkaar. Oké. Okay. Hoe ontwerpen jullie de kleding? Bijvoorbeeld welk programma gebruiken jullie? Te zien, wij gebruiken daarvoor Illustrator. En dan heb ik hier weer dat overviewtje open. Dan zie je even hoe wij het bij elkaar zetten mm-hmm. en of het met leuk bij elkaar staat. Dan pak ik hier even een stijltje. Hier zie je hoe wij het uitwerken. Je werkt het ook altijd technisch uit voor de fabrikant, zodat zij precies weten wat waar komt, welke stof, noem maar op. Dat zetten we allemaal hier neer. Mm-hmm. En vervolgens geef je natuurlijk aan welke kleuren, welk nettapeje. En dan vervolgens ook de printjes. Laat je ook zien hoe dat eruit komt te zien en wat voor type print. En daar, zeg maar, de grotere prints geven we weer in een aparte map aan. Nou, dan werk ik dus nu in Illustrator. En bijvoorbeeld, ik heb nu als basiskleur zwart ingegeven. Maar vervolgens komen we misschien achter dat we toch roze leuker vinden. Nou, dan
geef ik dat gewoon zo in. En dan kleur ik dat heel makkelijk om. Hier heb ik het artworkvel, dan geven we dit apart in, dan geven we de hoogte aan en ook wat voor type print. En dat doen we eigenlijk zo bij elk artwork. En dat sturen we dan mee naar de fabrikant. En hoe bepalen jullie dan per seizoen het kleurbeeld? Nou, dat bepalen we ook door wat we natuurlijk om ons heen zien met het shoppen. En met, we hebben dan een bepaald abonnement op een trendnetwerk, zeg maar. Daar kunnen we ook bekijken wat de nieuwste kleuren zijn. Mm-hmm. En aan de hand daarvan gaan we kijken wat de beste kleuren voor ons, voor Fingino, zijn. En daar maken we dan een keuze in. En soms blijkt dat bijvoorbeeld een kleur van een t-shirtje toch niet zo goed is in die kleur. Dat toch blijkt dat roze de kleur is. Nou, dan kunnen we het soms in een bepaald stadium nog wel aanpassen. En dan gaan we daarmee verder. Ik ben dus net weer terug van Fingino en het was echt enorm leuk. En ik heb ook heel veel geleerd over het bedrijf en zo. Nou ja, dus tot de volgende keer. En heel leuk dat jullie allemaal weer hebben gekeken. En doe een duimpje omhoog.